veel humor, goed de veiligheid in de gaten houden en maximaal 60 jaar oud zijn. Dit zijn een aantal kenmerken waaraan de nieuwe burgemeester van het Westland moet voldoen. Vinden de leerlingen van basisschool De Driekleur in Schavenzanden. Vandaag krijgen zij de kans om onder leiding van waarnemend burgemeester Agnes van Ardenne de ideale burgemeester te schetsen. Het is een initiatief van de scholen zelf, van de basisscholen in Westland, om met de kinderen van groep 7 en 8 na te denken, wat willen wij nou voor burgemeester? Ik vind het wel belangrijk dat ze aardig is en dat ze niet vaak, dat ze ook grappig is. Door middel van een woordenweb, een zelfgemaakt paspoort en een mini-college bedenken de kinderen hun ideale burgemeester. De beste ideeën van de in totaal 7 deelnemende basisscholen uit de gemeente worden uiteindelijk voorgedragen aan de Westlandse gemeenteraad. Het is belangrijk dat jonge mensen ook meedenken over hoe willen wij Westland en door wie wordt Westland bestuurd en zijn we het daarmee eens met de manier waarop dat gebeurt. Hij moet goed kunnen vergaderen en niet te veel met zichzelf bezig zijn, maar ook naar andere mensen luisteren. Op het moment dat die nieuwe burgemeester er is, dan gaan wij ons profiel er ook gewoon naast leggen. En dan gaan we natuurlijk wel eventjes kijken of er goed geluisterd is. Of die burgemeester ook echt wel humor heeft, want dat was een van de dingen die naar voren kwam vandaag. Ik vind wel dat hij aardig moet zijn en dat hij ook naar anderen moet luisteren. Maar moet hij ook een beetje humor hebben? Want dat vind ik zelf heel belangrijk. Want in de klas ben ik eigenlijk de grappigste, zijn er sommige kinderen. Dus ja, dat vind ik wel belangrijk. Dus eigenlijk wil jij misschien wel burgemeester worden? Ja, eigenlijk wel, ja.